heeft bij bol.com besteld. Nou, ik vind het heel leuk. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Ik heb hier een schaar en ik ga hem openmaken. Het is eigenlijk ook nog een soort van verrassing voor mij. Oké. Dat er niks meer in zit, dus die gaan we aan de kant. Dit is hem. Hij ziet er echt super leuk uit. En het is een Pick Me Pop. En het is een Jumbo Plush. Ik ben super benieuwd. En je kan verschillende grote mega dingetjes eruit krijgen. Ik heb dit echt nog nooit geopend. Dus ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Oh wacht, hier zit een ritje. Ik zit er naar de verpakking te kijken. En er staat hier Tweezel en Hoodie en SP. Geen idee wat dat betekent. Maar het ziet er super schattig uit. Helaas zie je wel wie erin zit. Ze ziet er wel heel schattig uit. En nu is het natuurlijk tijd om open te maken. Het lijkt echt op een Jumbo Lollipop. En hij heeft ook een hele leuke standaard. En nu is het natuurlijk tijd om het open te maken. Ik heb er zo veel zin in. Oh, hij gaat niet zo makkelijk vallen. Een ritje. Waar is het ritje? Oh nee. Hij gaat best lastig open. Oké, het is een gele lollipop. Ik knip dit er even af. En dit gaat allemaal aan de kant. Ze hebben wel heel goed verpakt. Oké, dit is hem. Mijn Jumbo lollipop. Dit is mijn Jumbo Plush. Oh! Waar ruikt hij naar? Hij ruikt zo lekker. En er zit een knutselman. Zou er iets in zitten? Er zitten! Blind bags! Zit er meer in? Nope. Het is een heel klein gaatje. En daar zitten dus blind bags in. Oh, ruikt heel lekker. En er zit een kaartje in. En dat is, er staat Tweezel the Cat. Dus heet Tweezel. Oké. Ze ruikt naar raspberry. Dat staat er boven. En dan staat eronder Perfect Friends Forever. Oké. Dus ik denk dat er op elk kaartje iets anders staat.
Maar ik zie hier twee blindbacks. Oh. Ze voelt echt heel zacht. En ze is dus een hele leuke kat. En deze komt echt in mijn bed. En je kan hem denk ik ook als ja, gewoon hierin zetten. En je kan. En je kan echt van alles mee doen, denk ik. Want ze is ook een beetje zwaar. Want hier zitten een soort allemaal steentjes in. Dus ik denk ook dat je hem voor tegen kan houden voor bij de deur. Kan je ook gebruiken. Nou, waar je voor wil gebruiken. En dan doe ik dit kaartje erbij. Oep, ik moet hem wel een beetje zo omhoog hebben. En ze heeft hele schattige blush. En dat vind ik echt super leuk. Dan heb ik hier twee blind bags. Ik denk dat hier twee mini poppetjes in zitten. En wat staat er? Oké, er staat iets met warning op. Maar oké. En ik ga de eerste openmaken. Wat denk ik dat hierin zit? Geen idee. Heb jullie een idee? Laat het dan onderin in de reacties weten. Het voelt als. Volgens mij is het iets dat je bijvoorbeeld aan je tas kan halen. Want ik voel hier waarschijnlijk een soort ja, ringetje. En daar kun je dan een touwtje doorheen doen. Of er zit al een touwtje aan. Waar voelt het naar? Ik voel nog iets. Een zebra? Nee, een giraf. Ik denk een giraf. Oké, dit is geen giraf. Het is een kat. Sorry. Oh, ik voelde haar staart. Daarmee dacht ik dat het giraf was. En er zit ook een touwtje aan. En hier zit het ringetje dat je hem aan. Raakt hij ook? Nee. Maar zo ziet ze eruit. En ze heeft een heel schattig gezichtje. En er zit ook een beetje geel aan de onderkant. Dus die hoort bij de familie. Ruikt ze echt naar? Er zit geen kaartje bij. Ik weet niet. Ze ruikt ook wel naar raspberry. Straks ga ik gewoon naar niks. Oké, en in het volgende zakje. Oeh, een staart. Of het is een giraf. Ik denk dat het een staart is. Het voelt hetzelfde. Uh-oh. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Het is een soort van hetzelfde, alleen dit keer met paars. En dit is dan een soort springende. En deze die loopt. Ze zien er wel allebei super schattig uit. En ik kan ze gewoon overal vast aan. Dat is natuurlijk super leuk. En ruik die nog ergens naar. Ik weet het niet. Het ruikt daar niks. Alleen ik vind deze wel echt super leuk. En je kan er zelf bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld naar een vriendinnetje gaat, kan je bijvoorbeeld hier ook nog iets in stoppen. Bijvoorbeeld als je slaapmasker, als je een slaapmasker hebt. En dan kan je bijvoorbeeld zoals kussen gebruiken als je op reis gaat. Dus je kan het echt overal voor gebruiken. En ik vind het ook super leuk dat hier gewoon blind bags in zitten. Dat heb ik zelf echt niet verwacht. Dus ik vind het echt super leuk. Zeker een duimpje omhoog waard. Ik vond hem eigenlijk best wel prijzig. €30. Je had ook nog een kleine lollipop. Daar zat dan een mini in. Dus dan had ik bijvoorbeeld deze in zo klein ongeveer. En die waren dan €10. En ik heb ook in andere winkels gezien dat ze hier lollipops van. Ja, dit is natuurlijk al een lolly. Alleen een echte lolly. Dus die je ook echt kan eten. Dat vind ik wel heel raar. Misschien krijg ik die ooit. Dan laat ik het natuurlijk zeker zien. Want ik ben daar super benieuwd naar. Ik ben er echt super blij mee. Maar wel echt heel prijzig.
Nou, ik zou maar altijd zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier bij Joe. Vergeet me ook niet te volgen op Insta bij Joe Grieks IT. Dat staat hier. En als jullie en abonneer. En dan natuurlijk staat er ook een belletje. En als je daarop klikt, krijg je de hele tijd een melding. Dan krijg je een melding van mijn video's. Doei!